Ik weet niet of de scheidsrechter mee wil beslissen in deze. Het penaltymoment, bijvoorbeeld van Sanchez. Jan, jij hebt ook wel eens een overtreding gemaakt. Is dat nou een penalty of niet? Mogen we meer zien? Eerst even zien. Ja, ja. Kijk. Elly Driessen. Toch een penalty? Heupzwaai. Ja. Jan? Het gekke is, hij doet niets met zijn handen, die jongen. Nee. Alleen met zijn lichaam doet hij het. Hij draait het lichaam erin. Nee. Ja. Maar wat zeg jij, Jan? Ja, ik zeg nog, uiteraard geen penalty. Nee, ja. Wat moeten we hier nou mee zeggen? Nou, Johan, maar jij zegt ook geen vrije trap bij Onana. Nee, ook niet. Geen vrije trap. Nee, zuivere goal. Maar moet op een stop liggen. Of een stipje liggen. Ja, toch? Ja. Johan? Nou, die Sanchez die stond met de rug naar het doel. Die was volkomen kansloos om ook maar gevaarlijk... Ja, maar daar gaat het niet om. Het is een overtreding in de 16. Jij wilt toch een verklaring van een gediplomeerde scheidsrechter? Ja. Dan komt hij. Die zat te wachten tot de tegenpartij een handeling deed. En dat was voor hem de reden om zich theatraal te laten vallen. Uitstekende beslissing van Bas. Ah, nou toch op jou, man! Hij had voor mij Sanchez een gele kaart voor Zwalbe. Was nou even eerlijk, als je dit ziet. Ja. Ja, als... ja, maar ja... Kijk, als ik hier een hele avond aan de tafel met leken me over heb... Ja, dat is goed, weet je. Dat pas ik voor. Ik denk dat ze die diploma komen ophalen binnenkort bij je. Maar Bas, als je het nu ziet... Ja, wat er inderdaad gezegd wordt, hij zet zijn lichaam erin. Hij valt er ook overheen, dus in principe is het wel een blok wat hij zegt. Dus wat dat betreft. Maar ik zie hem ook, ik vond hem ook, niet zoals Johan hem verwoordt, maar ik vond wel dat Sanchez wel in dat geval, toen ik hem zag, ook heel mooi eroverheen ging. Dus ik had echt zoiets van, nou jongens, ik weet niet wat hier gebeurt, maar dit is gewoon doorspelen. Ja. En nu zie je wel dat hij het blok erin zet en dus eigenlijk een overtreding maakt. Ja, maar hij zat erop te wachten. Hij staat op de randstraat of niet met de rug naar het doel toe. Dus hij kon geen kant op. Hij zat te wachten tot die jongen die stap deed. En toen dacht hij, nou, daar ga ik over. Overheen. Maar... En dan hoopt hij dat het publiek reageert en dan kan de scheidsrechter ook weer op reageren. Het is ook een uitstekende beslissing. Het is ook wel een overtreding die je zelden ziet. Ja, het is toch nergens op. Ik heb dit nog nooit gezien. Maar hij was helemaal niet met de bal bezig. Ik heb dit nog nooit gezien. Hij was alleen met de man bezig. Ja, ik heb dit nog nooit gezien. Totaal niet met de bal, inderdaad. Nee. Maar nu wordt het lastig natuurlijk, wat Valentijn Driessen een beetje zegt. Het is natuurlijk wel een beetje willekeur. Want bij de ene scheidsrechter wordt hiervoor gefloten en bij de andere natuurlijk niet. En dan is het belangrijkste moment wel Younes, denk ik. Younes en de wedstrijd van NEC tegen Heracles. Met Misevic maakt een overtreding op Younes. Jij fluit niet voor een penalty. Maar als je dat vergelijkt met de wedstrijd van NEC, waar ook een overtreding wordt gemaakt. Kijk, dit is eerst het moment van Younes. Nou, die wordt dus echt beetgepakt, tot meerdere keren toe. En dan gaan we naar NEC toe. En daar hebben we Van Boekel volgens mij. En die geeft voor hetzelfde, nou, het is eigenlijk veel minder. Wordt heel even beetgepakt, geeft hij een penalty. Wat moeten we nou, Bas? Klopt. En als je gewoon kijkt naar, ja, als je kijkt naar vasthouden, hoe er ook staat in het spel, staat ook naar oordeel van de scheidsrechter. Net hoe de scheidsrechter beoordeelt hoe het vasthouden geconstateerd of hij dat echt genoeg vindt voor een overtreding, CQ penalty. Ja. Nou goed, Paul geeft hij een strafschop omdat het gewoon, omdat hij zegt van het is genoeg voor het vasthouden voor een strafschop. Ik loop hier in de wedstrijd en hiervoor had ik al een situatie met Younes waarin hij ook makkelijk zijn hand voelde en eigenlijk viel. Dus dat zit ook in je hoofd natuurlijk naar zo'n situatie. Dan komt hij de 16 in en voor mij was de graanmeter natuurlijk, hij wordt even vastgepakt. Maar is dat, als je hem zo licht vastpakt, is dat een manier waarom je zou moeten stoppen of vallen? Je kunt er gewoon doorvoetballen. En dat was voor mij de reden dat ik zei van doorspelen in deze.